Als er een wereldwijde economische crisis uitbreekt in de jaren 30 en Duitsland er ook nog eens extra zwaar door getroffen wordt, dan wordt Hitler in Duitsland steeds populairder met zijn nationaal-socialistische partij. En daarom is het goed om eens even stil te staan bij zijn ideeën, bij de ideeën van het nationaal-socialisme. Wat is dat precies? Het nou, nationaal-socialisme is dus de politieke stroming van Hitler en van zijn aanhangers die we ook wel nazi's noemen. En de NSDAP, de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij. En daar zien we hier het logo van. Maar ja, wat is dan dat, dat gedachtegoed? Wat zijn daar de belangrijkste kenmerken van? Nou, eh, ten eerste is het dus nationaal socialisme. Hè? Dus eh, het is erg sterk nationalistisch. Er is een grote voorliefde voor het Duitse volk, voor de Duitse taal, voor de Duitse cultuur, voor de Duitse geschiedenis. Da da daar staan ze echt helemaal achter. Het is echt een Duitse partij voor de Duitsers. Ja, en daarnaast zijn ze ook heel erg. Tegen de democratie, tegen die parlementaire democratie. Dat werkt allemaal niet. Heel dat overleg en die verkiezingen, dat moet je allemaal niet willen. Nee, beter kun je gewoon één sterke leider hebben met één sterke partij, die het voor het zeggen heeft. Dat zorgt voor een stabiele regering, voor een stabiel beleid in een land. Ja, en Hitler had zelf meegevochten in de Eerste Wereldoorlog. En veel van de eerste nationaal-socialisten. Uh, dat waren ook uh, van die veteranen uit de Eerste Wereldoorlog. En het zal je dan ook niet verbazen. dat dat nationaal-socialisme. dat dat ook sterk militaristisch is. En uh, militarisme, dat wil zeggen dat uh, het leger. en alles wat ermee te maken heeft. en oorlog. en dus vechten voor een doel. Ja, dat dat heel erg verheerlijk wordt. Dat, dat vindt men heel erg goed. Ja, het Nationaal Socialisme is bij uitstek ook een racistisch iets. He, ze hebben een heel duidelijke rassenleer. Ze hebben het idee dus dat, dat er superieure en minderwaardige rassen zijn. En in dit geval is het Arische ras, dat is echt superieur. En de, de, de echte Duitsers, dat waren echte Ariërs. En bijvoorbeeld uh, zwarte mensen of, of, of Joden of Zigeuners, dat waren minderwaardige rassen in de ogen van de Nationaal Socialisten. Nou goed, hier even de belangrijkste kenmerken van deze politieke stroming op een rijtje. Uh, er volgt nu nog iets wat alleen geldt voor gemengde theoretisch. Uh, dus daar gaan we nu eens even naar kijken. Want uh, Hitler die komt niet zomaar aan zijn ideeën. Hij heeft een, een groot voorbeeld en dat is Benito Mussolini, die we hier links op de foto met Hitler ook zien staan. Uh, hij is echt het grote voorbeeld. En Mussolini uh, heeft ook meegevochten in die Eerste Wereldoorlog. En hij wordt uiteindelijk de leider. Van Italië en hij is ook de leider van het fascisme. En wat zijn dan de belangrijkste kenmerken van het fascisme? Nou ja, Mussolini wilde Italië na de Eerste Wereldoorlog weer groot en sterk maken, net als in de tijd van het Romeinse Rijk. En het fascisme is dan ook sterk nationalistisch. Ja, en Mussolini en de fascisten, die moesten, net als Hitler en de nationaalsocialisten, ook niks hebben van de democratie. Al dat gepraat de hele tijd en overleg en dan moest er weer overeenstemming worden bereikt. Dat schiet allemaal niet op. Veel beter kun je gewoon één partij hebben met één sterke leider die het voor het zeggen heeft. Dat vonden de fascisten dus ook. En dat nam Hitler dus ook weer over. Ja, en het zal je ook niks verbazen dat die fascisten dan ook heel erg militaristisch zijn. Net als die nazi's. Of eigenlijk beter dus andersom. Hè, want de nazi's, de nationaalsocialisten, nemen die ideeën van het fascisme over. Maar er is ook één groot verschil: waar Hitler en de Nazis echt heel erg racistisch waren, dus die rassenleer hadden, had het fascisme dat niet. Dat is echt het grote verschil tussen het fascisme en het Nationaal Socialisme: de Nazis hebben die rassenleer, fascisten niet.